We hebben in de vorige video's al een aantal belangrijke gebeurtenissen van de Koude Oorlog voorbij zien komen. In deze video komt er nog één voorbij, de Praagse Lente. Maar deze gebeurtenis hoeven alleen de leerlingen te kennen die examen gaan doen voor VMBO-GFT. Die Praagse lente vindt plaats in 1968 en uh, Praag is de hoofdstad van Tsjechoslowakije. In Tsjechoslowakije was er een uh, nieuwe regering aan de macht gekomen en ja, die had het idee dat je uh, communisme dat dat ook wel met wat meer vrijheid kon. En ze wilden zoals het zelf zeiden, socialisme een menselijk gezicht geven, hè? het communisme wat vrijer maken. Nou, er waren heel veel Tsjechoslowaken hartstikke blij om mee. Die wilden wel meer vrijheid, waren heel enthousiast erover. En die regering die laat zich meeslepen en die, die staat er dus steeds meer vrijheid toe. En uiteindelijk leidt dat tot persvrijheid. Hè. De, de, de kranten mogen meer schrijven wat ze zelf willen. Hè. De censuur die wordt ook afgeschaft. Er komt meer economische vrijheid. Hè. Dus het wordt wat, wat kapitalistischer, wat vrijer ook op dat gebied. Minder die plannen-economie. En de communistische partij die krijgt dus ook minder macht. En ja, de Sovjet-Unie die vindt dit niks. Die zijn namelijk heel erg bang dat die vrijheid over zal slaan naar andere landen in het Oostblok, naar andere landen van het Warschaupact. En sterker nog, de regeringen van die andere Oostbloklanden, en ook van die streng communistische regeringen, die zijn er zelf ook heel erg bang voor. En dan besluit het Warschaupact dus om Tsjechoslowakije binnen te vallen en die regering van Tsjechoslowakije af te zetten. En na een paar maanden van iets meer vrijheid in Tsjechoslowakije, die Praagse lente, komt daar dus nu weer een einde aan, komt er weer een strenge communistische regering en wordt Tsjechoslowakije dus ook echt weer een satellietstaat van de Sovjet-Unie.